بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، welkom bij een nieuwe les Arabische taalvaardigheid uit het boek Al Arabiya tu Bani Yadayk, boek 2, deel 1. En we zijn aangekomen bij bladzijde, even kijken, bladzijde 9. En hiervoor hebben we als hezer opgegeven bladzijde 6, de audiobestanden. Ik weet niet of iemand de luisteroefeningen heeft gedaan. Nou, aan jullie enthousiasme te zien, heb je dat allemaal niet gedaan. We hebben vervolgens gehad over Zeynep en Mariam, als twee vriendinnen van elkaar, die bezig zijn met diëten. Daarover werden ook vragen gesteld. Deze pagina was ook een huiswerkopdracht, bladzijde 8. Wederom, ik kan het constateren. Ik heb het liever ooit gemaakt. Oké. Okay, dat is goed. Dan komen we bij bladzijde 9. En dat is een mulahada. Oftewel even een opmerking of een tussen. Mulahada is een opmerking in principe. Mulahada nahwiya, een grammaticale opmerking als het ware. Of een stukje grammatica wat er tussendoor komt. En we hebben het hier over la en navia. La en navia. Je moet een idee wat la en navia is. Ontkenning. Ja. En navia is ontkennend. Je hebt twee soorten la's. Dus je hebt la. Betekent in principe nee. Maar je hebt twee soorten. Je hebt een ontkennende, navia. En je hebt eentje die heet nahia. De navia, dus daarmee ontken je iets. Bijvoorbeeld je zegt bijvoorbeeld la adhabu. La adhabu ila souq, bijvoorbeeld. Ik ben niet naar de markt aan het gaan. Dus je ontkent dat je aan het gaan bent naar de markt. Souq. En je hebt een nahia, wat verbiedend is. Je verbiedt iemand iets. En een voorbeeld daarvan is la tadhhab. Een verbod is natuurlijk altijd gericht naar iemand. En dat is la tadhhab. Jij mag niet gaan. Dus ga niet naar la tadhhab ila souq. Dus daar is een verschil tussen navia, ontkennend, en nahia, verbiedend. Kijk, even een controle op Facebook. Of ik kan laat even horen als jullie mij kunnen horen. Dan weet ik dat het geluid het doet. Dus we hebben la navia en la nahia. Nou, hier gaat het over la en nafia. La harfu nefjin. La is een harf van nefjin, van ontkenning. Yakunu ma ba'dahu menfiyyan. Hetgeen wat erna komt, is hetgeen wat ontkend wordt. Dat daar komt op neer. Op zich een best eenvoudig concept, maar in de grammatica moet je een onderscheid kunnen maken tussen la en nafia
een lernarië. En dat is eigenlijk het punt wat hier gegeven wordt. Wat de Larabier binnen je deek best wel slecht doet, is grammatica. Ze geven het een beetje verstrooid. Ik ben ervan om alles samen te voegen en gestructureerd te geven. Maar waarschijnlijk in de komende... even kijken. De komende hoofdstukken ga je iets van la energie tegenkomen, zoals hier staat. En dan geven ze dan aan wat dat is en wat het doet. De grammatica is eigenlijk een... hoe zou je het kunnen omschrijven? De grammatica in het Arabisch is een vastgestelde set regels om de taal beter te begrijpen. Om eigenlijk onderscheid te kunnen maken tussen verschillende contexten. En door het zo gespreid te geven, kom je eigenlijk, wordt het lastig om het hele verhaal samen te trekken. Dus je kijkt bij Arabier ben je denk losse puzzelstukjes. En pas na het afsluiten van een paar boeken zal je eigenlijk alles samen kunnen voegen. Het is niet mijn geprefereerde manier van lesgeven in grammatica. Maar het is wel wat het boek doet. Dus eigenlijk wat je moet doen is gewoon ook begrijpen. Je hebt een la-navia. La-navia ontkent iets. La-navia verbiedt iets. En dat is even wat je kan meenemen. En later, als je grammatica wat dieper studeert, dan vallen die stukjes wel op zijn plek. En ja, het is een vervelende manier. Ik vind het altijd fijn om gewoon te begrijpen, oké, hier is het hele complexe systeem. En dan gewoon proberen na een tijdje te doorgronden wat er precies bedoeld wordt. Maar dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar dit is wat we hebben. La-navia. Dan heb je een verschil tussen ithbat en nefi. Ithbat is het bevestigen van iets. Ithbat en nefi is het ontkennen van iets. Dus, Maryamu tuhibbul akla. Maryam houdt van eten. Zainabu la tuhibbu al akla. Dus dan, zij houdt niet van. Zij houdt niet van eten. Maryamu tashrabu al halib. Zainabu la tashrabu al halib. Dus gewoon, gewoon bevestigend en ontkennend. Even kijken. Okay. En dus ithbat is bevestigen, nefi is ontkennen. En wat ze hier willen doen eigenlijk is dat je in staat bent om iets te ontkennen. Dus dat heb je Mohammed doen, of bijvoorbeeld hier. أنا أعمل في الشركة. أنا أعمل في الشركة. أنا أعمل في الشركة. أنا لا أعمل في الشركة. أنا لا أعمل في الشركة. إذن ontkennend daarvan. Muhammadun yadrusu fil jami'a. Wat zou dan de ontkenning hiervan zijn? Muhammadun la yadrusu fil jami'a. Precies. Zainabu taskunu fi shaqqa. Zainabu la taskunu fi shaqqa. Precies. Jullie hebben hem door. Nou, als je dat door hebt, zijn er vragen hierover? Dan skippen we deze. Twee pagina's aan la. Dan hebben we een dialoog. Inda tabib. Inda betekent bij. Inda. Inda het tabib. Het tabib hebben we in boek 1 behandeld, dat is de dokter. Het tabib zegt: het darbtu murtafi'un. وسكري ايضا ماذا حدث الطبيب زكت الضغط مرتفع الضغط is druk الضغط is druk en hier wil is natuurlijk bloeddruk en een bloeddruk is مرتفع is verheven
oftewel is hoog. Naar daartoe Mortefjaun. Arrafa, Marfua. Komt ook voor een echo. Iets wat verheven is. Wasukariyu. Aydan. En dan sukari. Sukkar. Sukkar is suiker. Oftewel je suiker, hoe noem je dat? Gehalte. Suikergehalte. Is dat de juiste term daarvoor? Ja. De suikergehalte, sukariyu, aydan. Aydan betekent ook. Dus ook. Mada hadath. Mada hadath. Hadath is gebeuren. Dus hadath, dat is hadith. Als je een hadith hebt, is er een gebeurtenis, een verhaling, een vertelling. Mada hadath. Wat is er gebeurd? Mada. Mada is wat? Hadath. Wat is er gebeurd? Even kijken, en dan schrijf ik die natuurlijk op. Dus je hebt verleden tijd. Is hadatha. En dan heb je de master. Dus je hebt hadatha. En je hebt yahduthu. En je hebt hadath. En dit is dus gebeuren. Oké. Gebeuren. Zo. Dus hadatha, yahduthu. En hadath. De gebeurtenis. Hadath. Of het gebeuren van iets. El Marid zegt tanawaltu dawa dharti wa dawa sukari. Ik heb tanawaltu, betekent ik heb geconsumeerd. Tanawala hebben we eerder gehad. Tanawaltu dawa. Dawa is medicijnen. Het dart, oftewel medicijnen voor verhoogde bloeddruk. En dawa sukari. En dawa van. Van suiker, verhoogde suikergehalte. Oftewel suiker. Suikerziekte, medicijnen. Wat was dawa trouwens? Dawa is medicijnen. Het tabib zegt. Ja, taqidu. Ja, taqidu. Ja, taqidu is eigenlijk ik ben zeker van. Maar het wordt gebruikt als ik ga vanuit. Dus ik ga vanuit. Ja, taqidu. Annaka lam tattabi' al-hamiya. Dus a'taqidu, tegenwoordige tijd, is van i'taqada. I'taqada. I'taqidu. I'taqidu. En dan heb je i'tiqad. En i'tiqad is eigenlijk taalkundig gezien. Komt dit woord van iets wat van. Of van overtuiging. En heeft te maken met al-aqd. Oftewel iets wat. Dat als een knoop die vastzit. Is zeker. Al-aqida. Maar. Na een tijdje dan verandert het betekenis van het woord. En in modern taalgebruik is. I'tiqad. Een vermoeden. Soms een vermoeden. In deze context een vermoeden. Dus ik vermoed, of ik denk. Dat jij een hemia niet volgt. We gaan zo daarop in. Zeker weten, / denken. Het zijn twee betekenissen in principe. Bijvoorbeeld, al-i'tiqad zijn ook boeken van al-i'tiqad. Van l'aqida,
worden kutub al-i'tiqad genoemd. Dus van zekerheid, van geloofsleer. A'taqidu, zegt de tabib. De tabib zegt, ik ga ervan uit. Annaka lam tattabi'i al-himya. Annaka, dus jij. Annaka lam is ontkennend, nefi. Tattabi' is volgen. Wat heb je niet gevolgd? Al-himya. Al-himya is een dieet. Dus je hebt je dieet niet gevolgd. Dus ik ben ervan overtuigd, of ik denk, ik vermoed, dat jij je dieet niet hebt gevolgd. Of het dieet niet hebt gevolgd. Alhamdulillah. Al-Marid zegt, Hada sahih. Hada sahih. Hada sahih betekent dat klopt. Hada sahih betekent dat klopt. Faqad tanawaltu kathiran min sukariyat wa duhun wa nashawiyat. Dus ik heb veel suiker, suikers, sukariyat, suikers. En het duhun is vet. En nashawiyat zijn koolhydraten. Dus die heeft hij veel naar binnen gewerkt. De hoorn is vet, denk ik. Ja, de hoorn is vet. Sukariyat zijn suikers. Het de hoorn is vet. En de shariyat zijn koolhydraten. Dus hij heeft veel suikers en vet en koolhydraten geconsumeerd. En dat tabib zegt vervolgens tegen al-Maril, tegen de zieke. وَأَعْتَقِدُ أَنَّكَ لَمْ تُمَارِسِ الرِّيَاضَةَ أَيْضًا. En hij zegt, أَعْتَقِدُ, en ik ga ervan uit, of ik vermoed, dat jij ook niet de mumarisa van al-Riyada hebt gedaan. لَمْ تُمَارِسِ الرِّيَاضَةَ. Wat is al-Riyada? Sport. Sport. En tumaris is het beoefenen ervan. Dat was marasa, yumarisu, mumarasaten. Die hebben we in de eerdere lessen opgeschreven. Dus ik ga ervan uit dat je ook geen sport hebt beoefend, zegt de dokter tegen al-Maril, tegen de zieke. Al-Maril zegt, hawaltu dhalik. Hawaltu dhalik. Ik heb dat geprobeerd. Hawaltu dhalika. Ik heb dat geprobeerd. Ik heb geprobeerd om te sporten. Walakin lam astati'. Maar ik was niet in staat om dat te doen. Fa'ana. Want ik. Dus fa'ana is dan want ik. Mashghulun da'iman. Ik ben altijd druk. Mashghul is druk. Da'iman is altijd. Da'iman, ala dawam. Dus hawaltu dhalik, dus ik heb het geprobeerd. Walakin lam astati', maar ik was niet in staat om dat te doen. Fa'ana mashghulun da'iman. Fa'ana mashghulun da'iman. Want ik ben altijd druk. Is mashghul niet meer bezig? Ja, ja. Mashghul is bezig zijn. Dus dat je inderdaad, een shoghul is iets wat is een bezigheid. Wat je bezighoudt inderdaad. Maar in deze context zou je dat zo kunnen, kan je het zo lezen. En ding wordt ook shorle genoemd. Je werk wordt ook shorle genoemd, omdat je het weer bezighoudt. Ja. Halatuka ghatira. Halatuka. Hal is, wat als ik even haluka. Hala, je hebt hal en hala. Eigenlijk is hal is al vrouwelijk. Het is niet nodig om een ta achter te plaatsen, maar kan je wel doen. Dus je hebt hal en hala, hetzelfde woord, als toestand. Halatuka is jouw toestand. Of haluka of halatuka is jouw toestand. Ghatira. Ghatira is gevaarlijk. Dus jouw toestand is gevaarlijk. Je hebt een gevaarlijke toestand. Labudda
Labudda. Labudda betekent moet. Labudda betekent moet. Labudda min al-himya. Terwijl een dieet is noodzakelijk. Labudda min al-riyada. En sporten is noodzakelijk. Zij zegt, jouw toestand is kritiek in principe. Of het is een gevaarlijke toestand voor jou. Want je hebt verhoogde bloeddruk en verhoogde suikerwaarde. Dus je moet, labudda min al-himya, je moet diëten, labudda min al-riyada, en je moet sporten. Ad-dawa'u wahdahu la yakfi. Ad-dawa'u, het medicijn alleen, wahdahu, alleen, la yakfi. Is niet genoeg. La yakfi betekent dat het niet genoeg. De kifaya. Niet voldoende. Niet voldoende. La yakfi. Kafa yakfi. Even kijken. Kafa. Yakfi. Dus als je zeg maar labudda gebruikt, moet je altijd mina achter zitten? Om echt zin te maken. Ik wil even aan nadenken of een andere, of ik iets anders kan bedenken. Labudda min. En nekka erachter, labudda en nekka tadhab ila al masjid. Ik weet niet of je daar labudda voor kan gebruiken. Je kan wel zeggen, alayka en tadhab, maar labudda min, labudda en tadhab, klinkt niet goed. Zover ik weet moet je min gebruiken. Maar ik kan het fout hebben. Maar als je het gebruikt, is het zeker goed. Yakfi. En dan heb je kefa yakfi. De mazdag van kefa yakfi. Oké. Okay. Voor degenen die nog niet eerder hebben meegekeken. Even kijken. Edward Lane. Edward Lane heeft een woordenboek geschreven. Voor degene die het Engels machtig is. Het is een Arabisch-Engels woordenboek. Zeer uitgebreid. Het beste wat er geschreven is. Waarschijnlijk in een taal naast het Arabisch. Misschien Urdu heeft wel iets wat erop lijkt. Maar dit is een heel uitgebreid woordenboek. Het bestaat uit 8 delen. En is gebaseerd op de klassieke werken. En als je iets wil opzoeken, dan zoek je het op. Eerst door de eerste letter op te zoeken. Dan de tweede. En dan de derde. Dus kef. Kefa staat hier ergens staan. Kefa. Ja, kefa is het voldoende is. Even kijken. Kefani. Kefa yakfi. Even kijken. Dus kefani fulanun al-amra. Dus kefani, hij is voldoende, of de persoon heeft mij, is voldoende voor mij voor die zaak. Kefani. En je kan zeggen kefana of kefabina. En hier wordt aangegeven dat kifaya is. Daar ga ik ook van uit, inderdaad. Dus kifaya is de masdar. Dus het voldoende zijn. En dan heb je, dit komt ook voor terug in het fiqh, zoals jullie weten. Fardun kifaya. Oftewel, is een verplichting op de gemeenschap. En als een deel het doet, is dat voldoende, dat anderen het niet meer hoeven te doen. Je kan niet met z'n allen bijvoorbeeld een dode wassen. Dat is fardun kifaya. Je kan niet met heel de umma komen en één dode wassen. Maar wat wel zo is, is dat de hele umma aansprakelijk is ervoor.
En iedereen is zondig als iemand niet gewassen wordt. Dus dat is een gemeenschappelijke verplichting. Als een deel het opneemt, is dat voldoende kifaya. Noemen ze fardhu kifaya. Ten opzichte van fardhu ayn, wat voor iedereen verplicht is, voor ieder persoonlijk individu. Dat is de salat en zakat enzovoort. Ik kan niet zeggen, oh, hij heeft al voor mij gebeden. Dat is niet voldoende. Dus daar komt het ook voor. Dus kifaya is het voldoende zijn. Of niet. En kefa komt ook voor in de Koran. Kefa billahi shahida. Oftewel, Allah is voldoende als getuige. Als Allah getuige is, dan heb je andere getuigen nodig. Dus hij zegt, het dawa'u wahdahu la yakfi. La yakfi. Yakfi is de tegenwoordige tijd. Dus het dawa alleen, la yakfi. Mada af'alu ya doktor? Een doktor is natuurlijk dokter. En dat is een geleend woord. Dat is natuurlijk niet oorspronkelijk Arabisch. Mada af'alu ya doktor? Betekent, wat moet ik doen? Wat doe ik? Ja, dokter. Dus de tabib zegt, het tabi' al-himya. Volg het dieet. Omarische riada. En ga sporten, beoefen sport. Tanawal, het dawa. Tanawal, dus consumeer of... hoe noem je dat? Neem in. Het dawa. Medicijnen. Waqabilni ba'da shahar. En qabilni ba'da shahar. Qabilni is ontmoet mij. Ba'da shahar, oftewel na een maand. Dus hij zegt, volg je dieet. Beoefen sport. Neem je medicijnen. En ontmoet mij over een maand. Hier de zaak is, hebben we staan dat bij de shahr yuqabilu al-maridu al-tabib, oftewel de marid ontmoet de dokter na een maand, en al-tabib zegt ad-dartu adi. Adi is normaal. Wa kadhalika al-sukari, en je suikerwaarde eveneens. Ma sha Allah. Mada fa'alt? Wat heb je gedaan? Mada fa'alt? Hebben we Masha Allah al een keer behandeld? Ja. Oké. Mada fa'alt betekent, wat heb je gedaan? Mada fa'alt? En wat heeft de marid gedaan? Je gaat nooit raden. Taba'atu al-himya. Wa marastu al-riyada. Wa tanawaltu al-dawa. Hij heeft dieet gevolgd, hij heeft gesport en hij heeft medicijnen ingenomen. Hoe zou dat zo goed vertalen voor tabaatu? Tabaatu, volgen. Het volgen is echt volgen. Het tabi'u. Tabi'in. Het tabi'un. De volgen, opvolgers. Dus het taba'a is echt volgen. Hier is het van, ik heb gevolgd, toch? Ja, ik heb gevolgd. Taba'atu is verleden tijd. Waar heb ik die niet opgeschreven? Ik ga hem even opschrijven. Dus, taba'a. Taba'a. Ja, tabi'u. Ja, tabi'u. Ittiba'un is volgen. Tenzij
Al-Qusayn was er? Ittiba. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. En zij volgden hetgeen wat shayatin hebben voorgedragen. Aan de moeder Suleiman, ten tijde van koninkrijk van Suleiman. لئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Als jij hun begeerte volgt nadat hetgeen wat gekomen is van het kennis naar jou van Allah, nadat hetgeen wat naar jou is gekomen van kennis van Allah is gekomen, of naar jou is gekomen van kennis van Allah, dan heb jij naast Allah geen hulp en geen wali, geen vriend en geen hulp. In principe. قال الذين اتبعوا. Ja, dus degene die hen volgde. Dus hier zie je dat vaak terugkomen. تبعوك. Ook الذين كفروا. Even kijken, hebben we hier nog een andere? قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. Dus volg de weg van Ibrahim حنيفة وما كان من المشركين. Hij was geen veel goede aanbidder. En je ziet het vaak terugkomen. Dus je ziet hier 99 goede resultaten met Teba. Zeker Tebiao komt ook waarschijnlijk voor. Ja, dat is wel een goed woord om te leren. Ja, zeker. Alle woorden zijn goed om te leren. Okay. Ja, zeker als we een vraag voor. Ja. Dat is trouwens wel een aanrader. Los van deze lessen, focus op de woorden die het meest voorkomen in de Koran. Begin gewoon bij bovenaan en dan het rijtje afleren. Want er zijn woorden die één keer voorkomen, gewoon één keer los voorkomen en niet meer. En er zijn woorden die duizenden keer voorkomen. Dus als jij die van de duizend, als jij meerdere hebt van duizenden van woorden die duizend keer voorkomen, dan zal je sneller, zal je ongeveer 90% kunnen begrijpen na een korte, met een klein lijstje woorden. En dan de overige woorden moet je leren gewoon stuk voor stuk. En dan begrijp je in principe de eieren waarover één woord. En het woord kan je opzoeken. En dan, als je dat hebt opgezocht en je probeert hem te onthouden ook nog, dan kan je dat, dan wordt het ook makkelijker om alles te begrijpen. Er is een bepaalde taalkundige wet. Een wet van Zipf, volgens mij. Moet je een keer opzoeken op Wikipedia. Wet van Zipf is dat het meest voorkomende woord in elke geschrift of elke taal of wat dan ook twee keer zo vaak voorkomt als het tweede meest voorkomende woord. Oh, ja. Zeg maar dat er echt een grafiek gehaald kan worden uit. Bijvoorbeeld in Nederland zou dat zijn de zijn of jij of ik weet niet, of jawel of iets. En er de woorden zijn die bijna nooit voorkomen, die zijn helemaal onderaan liggen. Het is natuurlijk veel belangrijker om de woorden te gebruiken die vaker voorkomen. Volgens mij was dat het wet van. Oh. Kijk, hij is wel slim genoeg om te begrijpen dat ik iets anders probeer. Van Zip. Je hebt een paar hele goede YouTube-video's van volgens mij 101 Arabic. Oké. Okay. Van de meest voorkomende woorden. Ja, klopt. De 80% is dat, ja. In Arabië hebben ze die ook. Kanon is die zief. We hebben zip zief gemaakt. Ja, dus in ieder geval. P bestaat niet in het Arabisch. P bestaat niet in het Arabisch. Precies, hebben ze gewoon echt. Even kijken. Hebben ze hier een voorbeeld van? Ik heb wel mis kunnen lijstje. Ja, nee, maar het was echt. Er was een interessante lijstje of zo wat eruit kwam. Maar ja, staat even niet hier tussen. Maar het is wel interessant om één keer te lezen. Maar wat op neerkomt is, je hebt gewoon woorden die vaak voorkomen, die zijn veel interessanter om te leren dan degenen die minder vaak voorkomen. Die 80% van de Koran is een beetje daarop gebaseerd. Je hebt woorden, de eerste 6 pagina's daarvan omvatten volgens mij 40% van de woorden van de Koran. Met andere woorden,
als je die 6 pagina's zou lezen, zou je 40% van wat er in de Koran staat, zou je dan herkennen en begrijpen. Maar wel, waar je wel even op moet letten, is dat sommige woorden hebben meerdere betekenissen. Dus het feit dat je het woord kent, betekent nog niet dat je alle betekenissen van het woord kent. Dus daar zit nog een verdiepingsslag in. En dat geldt vooral voor kleine woordjes, die vaak voorkomen. Die hebben vaak meerdere betekenissen, relatief gezien. Maar op zich moet dat je niet afschrikken. Als je dat leert, dan kom je al een stuk verder. Dus probeer natuurlijk de woorden te leren die het meest voorkomen. En dan boek je snelst het meeste resultaat. Tabib zegt, Addartu Adi, wa kadhalika Sukari, Masha Allah, ma'ala fa'alt. Wat heb je gedaan? Ittaba'tu al-himya. Van ittaba'a yattabi'u al-ittiba'. Wa marastu al-riyada. En tanawaltu al-dawa. En het tabib zegt, ahsanta. Ahsanta, je hebt het goed gedaan. Ahsanta, betekent je hebt het goed gedaan. Van ahsana. Ik kan het even opschrijven, dat is een werkwoord. Ahsana. Ahsana yuhsinu. En ihsan is de ihsan is de masdar hiervan. Ihsan is wel bekend, toch? Ihsan. Is het goed? Ihsan is eigenlijk niet het goed doen, maar het beter maken van iets. Maar hij kan gebruikt worden als goed doen. Ik schrijf hem goed doen op. Maar eigenlijk is het beter maken. Ja. Er is een verschil tussen hasuna en ahsana. Hasuna is iemand die goed doet. Dus dan is hij hasan. Dus hasuna yahsunu is het goed zijn, het goed doen. En ahsana is het verbeteren van iets. Dus het hasan maken van iets. In principe. Dus je hebt dat is saluha en aslaha. In principe zit dat er ook bij. Dus saluha is goed zijn, vroom zijn. En aslaha is verbeteren van iets. Dus je hebt iemand die salih is. En je hebt iemand die muslih is. De salih is degene die goed is. De muslih is ook degene die goed is en verbetert. Dus hij is ook andere dingen aan het beter maken. Niet alleen zichzelf. Niet alleen dat hij zelf goed is, maar dat hij ook positieve verandering teweeg brengt. Dus je hebt een salih en je hebt een muslih. En een muslih is dus hopelijk ook wel salih van zichzelf. Maar dat is niet per se noodzakelijk, taalkundig. Maar in de Koran natuurlijk wel. In de Koran heb je salihun en je hebt muslihun. En er is een aqida kwestie daaraan gerelateerd. En dat heeft te maken met dat Allah de bestraffing niet zal komen zolang er muslimen zijn. Dus niet dat er, als er salihun zijn, kan de bestraffing wel vallen. Omdat zij zijn niet bezig met het verbeteren en daar aan doen enzovoort. Dus dat is wel een interessante punt. Maar dat is taalkundig, zie je dat. Dus je begrijpt de taalkundige dingen. Dus zelf zijn en het doen en het bij anderen doen. Dus dat is een taalkundig iets. En dan zijn er natuurlijk dingen aan verbonden. Oké. We hebben dus het... even kijken. Oh ja, ahsanta qabilni ba'da sittata ashhur. Dus ahsanta, je hebt het goed gedaan. In principe. Qabilni ba'da sittata ashhur. Ba'da sittata ashhur is ontmoet mij na 6 maanden. Sittata ashhur. En de Maria zegt, insha'Allah wa jazakallahu khaira. Isti'ab. Eigenlijk om het begrijpen van de tekst. Het tadrib al-awwal. Da'a alam sahih aw khata, thumma sahih al-khata. Tanawala al-marid kathira min al-sukariyat. Klopt dat of klopt dat niet?
تناول المريض كثيرا من السكريات. كلوبس. كلوبس. صحيح. حاول المريض ممارسة الرياضة. هذا كبير تنادات. كانت حالة المريض خطيرة. كانت حالة المريض خطيرة. كلوبس. بعد 3 أشهر كان الضغط عاديا. فوت. فوت صحيح لان. فوت الصواب. بعد شهر. اتبع المريض الحمية ولم يمارس الرياضة. كلوب دات أو كلوب دات نيت. كلوب نيت. هاي في بعد كلام. أو بعد نيت كلام. إن إيه سنتي. Oké. Dus wat zou je dan zeggen? Hoe zou je het dan zeggen? Het sawab is... Alleen lembe. Ja. Maar lem yumaris, yumaris... Lem komt trouwens, dat is wel interessant. Lem komt voor, verleden, voor tegenwoordige tijd, maar betekent verleden tijd. Dus je hebt een werkwoord, zoals bijvoorbeeld... Adhab bijvoorbeeld... Je zegt adhab. Ik ga. Dat is nu. Dat is tegenwoordig tijd. Maar als ik zeg lem adhab, wat betekent dat? Ik ben niet gegaan. Oh nee, dat is juist. En dit is dus onder andere nefi. Nefjun. Vanwege het feit dat het ontkent. Maar ook qalb. Vanwege het feit dat hij de tegenwoordig tijd naar verleden tijd verandert. Dus je hebt qalb. Oftewel, hij verandert de tijd. Hetzelfde geldt voor len. Maar len is voor de toekomst. Len, adhab. Len, adhab betekent, ik zal niet gaan. Dus len is ontkenning in de toekomstige tijd. Lem is ontkenning in de verleden tijd. En la is ontkenning in de tegenwoordige tijd. Dus deze... La is la adhabu betekent ik ga niet, ik ben niet aan het gaan. Lem adhab is ben niet gegaan. Len adhab, ik zal niet gaan. Dus la is eigenlijk voor nu. Ja, la verandert niks aan de tijd. La is gewoon ontkennend voor nu. Dus je kan niet zeggen la adhabtu. La adhabtu kun je niet zeggen. Je moet dan zeggen ma adhabtu. Ma adhabtu. Trouwens, ik weet niet of la adhabtu per se niet kan, maar het wordt niet echt gebruikt. Maar ik wil nooit zeggen het kan niet, want Arabisch is best wel breed. Maar in principe zeg je mada hebto. Mada hebto trouwens, het betekent hetzelfde als lem adhab. Mada hebto. Dus het is verleden tijd. Mada hebto. En lem adhab zijn hetzelfde qua betekenis. Want lem maakt van dit verleden tijd. Dat is qalb. Haar voor qalbi en nefje. Dus mada hebto en lem adhab is hetzelfde. Wat is het verschil tussen lem en lem? Len is toekomstig. Dus len is, ik zal niet gaan. En len? Len is gewoon, ik ben niet aan het gaan. Dus je ontkent gewoon dat je aan het gaan bent. Geen qalb, zeg maar. Geen qalb. Er zit geen qalb in. Nou, ik heb nog een vraag. Ja, ja. Bijvoorbeeld, zeg maar, in de toekomst zeg je van, Sa'adhabu. Ja. Maar hoe kun je dat ontkennen? Gewoon len. Gewoon len. Ja, len. Oké. Okay. En omdat je dus, zeg maar voor de lem heb je wel een andere versie. Zeg maar, je kan zeggen, maar heb toe. Maar heb toe? Ja. Maar dit is verleden tijd, hè? Ja, ja, ja. Dit is maadi. Ja. Deze ook. Lem is maadi. Len is mustaqbal. Ja. Toekomstige tijd. En als je wil zeggen, ik zal gaan, zeg je sa'adhabu. Of saufa adhabu kan je ook zeggen. Saufa of sa. Sa'adhabu of saufa adhabu. Gewoon len sa'adhabu kan zo. Len sa'adhabu. Nee, dat kan niet. Gewoon len adhabu. Len adhabu. Dat is de enige. Kan niet de sin en de len koppelen. Kan niet. Dus saufa adhabu en sa'adhabu is ik zal gaan. En ze zeggen dat er een onderscheid is tussen sin en saufa. Dat saufa verder weg in de toekomst is. En zien dichterbij is. Het is niet per se altijd het geval, maar in algemene zin is dat zo het geval. Even kijken.
Dan heb je nog een andere. Nog eentje toevoegen hier aan het rijtje. Lemma. Lemma betekent nog niet. Dus ik ga het wel doen, maar nog niet. Lemma adhab. Ik ben nog niet gegaan. Lemma adhab. Dus lemma. En die kun je ook gebruiken voor de toekomst en... Nee, die is alleen voor... Dus net als lem, maar dan... Ben nog niet gegaan. Het is alleen nog niet. Dus dat is altijd verleden. Ja, dan heb ik toch wel iets van nefje gehad. Oké, el isti'ab. Even kijken. Tadrib al-thani. Ajib. Geef antwoord. Bi'ktisarin. Amma yali. Geef. Bi'ktisarin. Bi'ktisar is samengevat. Amma yali. Over het volgende. Limada qabila al-marid al-tabib. Waarom is de marid naar al-tabib toegegaan? Qabalahu. Niemand. Je hebt een idee. Waarom is al marid? Niemand kabel al marid al tabib. Ja, maar ja. Ik wil zeggen ja, maar liartafia betekent dat hij hem volgt. Dat hij zijn bloeddruk omhoog kan gooien. Dat is niet de bedoeling. Het is niet dat de tabib de bloeddruk omhoog moet gooien. Maar li'artifa'i li'anna dartuhu murtafi'a. Li'anna dartuhu murtafi'a. Maar je moet niet bang zijn. Hè? Fouten maken hoort erbij. Dus, toch? Ja, zeker. Maar als je moet... Mada qala lahu at-tabib. Wat heeft at-tabib tegen hem gezegd? At-tabib is de dokter. Dat is inderdaad wat hij heeft gezegd. Limada lam yumaris al-marid al-riyada. Limada lam yumaris al-marid al-riyada. لأنه مشغول غيرت لأنه مشغول طلعت geen tijd لأنه omdat hij لأنه مشغول لأنه مش op een hele moeilijke manier lam alif maar lam alif samen is dit en dan de hamza erop لأنه لأنه li'annahu li is omdat eigenlijk annahu is hij omdat hij mashghul li'annahu mashghul limada qabil al-marid at-tabib ماذا قال له الطبيب؟ لماذا لم يمارس المريض الرياضة؟ لأنه مشغول. ماذا تناول المريض كثيرا؟ الدواء. السكريات. السكريات والدهون والنشويات. الدواء في معي نيت فيل. تقولون فتقولك سيف زنكك. الدواء لوحده لا يكفي. ماذا يفعل المريض؟ الدواء وحده لا يكفي. ماذا يفعل المريض؟ يمارس الرياضة ويتبع الحمية. متى سيقابل المريض الطبيب؟ متى سيغ دي السين سيقابله. Wanneer zal hij hem, bezoeken? Bij de Sittati Ashur, inderdaad. Oké, dan zijn we nu bij Mufradat gekomen, oftewel losse woorden. Woordenschat. Ahmedu, al-Halatu, Mariamu, al-Ta'amu, al-Dartu,
الألم. الباب هي كثير مرتفع سمينة نحيف خطيرة شديد. En staat hier sil bijna el kalimatein el mutanasi baini. Oftewel de twee bij elkaar passende woorden. Verbind die. Dus Ahmed bijvoorbeeld. Kan je zeggen. Ahmedu. Is een naam. Nahifun. Dus dun. El halatu. Khatiratun. Mariamu. Saminatun. الطعام كثير الضغط مرتفع الألم شديد زي يمكن زكى أحمد شديد كي زكى زي ما تقول سترينج إس كي زكى هو شديد الطعام كي أقول زكى في كام زكى يا كان يفضل دينك دول الحالة السمينة كي نيت زكى فضلت بعد الدينك. Even kijken. Ja, hier maakt de zin af. Ik zou zeggen, dit is huiswerk voor jullie. Op bladzijde 12. Schrijf even op. Ik kom dadelijk in de Telegram groep. Maar bladzijde 12, laatste op, dus, opdracht 2 is huiswerk. Onder andere. Dan komen we bij weer een stukje grammatica. Zemmelul fi'al. Hier gaat het over de tijd van de fi'al. Een fi'al is altijd gebonden aan een bepaalde tijd. Elke fi'al is gebonden aan een bepaalde tijd. Er zijn drie soorten tijden. Je hebt al-madi, al-hadir en al-mustaqbal. Dat zijn de drie tijden. Al-madi is verleden tijd. Al-hadir is tegenwoordig tijd, nu. En al-mustaqbal is toekomst. En wat je gebruikt voor al-madi is al-fi'l al-madi. Dus voor al-madi gebruik je al-fi'l al-madi. En voor al-hadir gebruik je al-fi'l al-mudari. En voor al-mustaqbal gebruik je al-fi'l al-mudari ook. Of gebiedende wijs. Gebiedende wijs is natuurlijk ook toekomst. We hebben dus drie, normaal gesproken, de onderverdeling van de fi'l is op... Op de normale onderverdeling van de fi'al is naar madin, madi, mudari, en amr. Dus madi, mudari en amr. En el madi, zoals bijvoorbeeld we hebben, lekker creatief vandaag. Ja, dat hebben we. En id hebben. Nou, wat we hier eigenlijk zouden of kunnen doen, is kijken, oké, de fi'al kan ook gezien worden als qua tijd. Naar de tijd van de fi'al. Nou, voor el madi gebruik je el fi'al el madi. Dus voor verleden tijd gebruik je el fi'al el madi. Voor de tegenwoordige tijd gebruik je el mudari. Yadhabu. Maar voor de toekomst kan je twee gebruiken. Als het gebiedende wijs is. Gebiedende wijs is altijd toekomst. Want je kan niet iets gebieden in de verleden tijd. Of nu. Het is altijd. Yadhab betekent ga. En dat betekent ga nu. Dus vanaf nu. Dus je bent niet aan het gaan, maar ga. Maar je kan ook de scene voor yadhabu zetten. En wordt ook toekomstig. Sayadhabu. Dus sayadhabu is toekomstig. En yadhab is ook toekomstig. Dus als je gaat kijken hier, madi, hadir en mustaqbal, heb je dus drie tijden. Dus voor veel madi gebruik je voor el madi, veel mudari gebruik je voor el hadir en veel mudari met de sine voor of sova. Of de veel amr gebruik je voor el mustaqbal. Dus je hebt el madi, hadatha, el hadir, yahduthu en sa of sova, yahduthu. Dus saufa yahdufu of sayahdufu. Tazawwaja, verleden tijd. Yatazawwaju, hij trouwt nu. Yatazawwaju. En saufa yatazawwaju, hij zal gaan trouwen. En een diepe, een verre toekomst. Saufa.
Ja'atamara, dus hij heeft de Umrah verricht. Ja'atamara. Ja'atamiru is hij nu de Umrah aan het verrichten. En zelf Ya'atamiru, hij zal de Umrah gaan verrichten. Safara, hij heeft gereisd. Yusafiru, hij is aan het reizen. Zelf Yusafiru, hij zal gaan reizen. Dus op deze manier zijn de tijden van de fiyal onderverdeeld. En er zijn maar drie tijden natuurlijk. Of het is al geweest, of het gebeurt nu, of het zal in de toekomst gebeuren. En zo ga je dus daarmee om. Er zijn er wat oefeningen voor. Ik zou zeggen, maak deze ook. En als je ergens tegenaan loopt, dan laat het weten en dan kunnen we daar dieper op induiken. Maar ik heb het gevoel dat het redelijk vanzelfsprekend is. Zo niet, dan kom je daar vanzelf achter. Ja. Dit is Fahm al-Masmu'a. Fahm betekent begrijpen, al-Masmu'a is hetgeen wat je hoort. Al-Masmu'a is hetgeen wat je hoort. Oftewel, luistervaardigheid. En luistervaardigheid moet je doen met de audio's. En de audio's die ga ik dus delen. En dit is bladzijde 14 en is dus ook huiswerk. En ik weet dat mensen het druk hebben, maar hoe meer tijd je besteedt aan het leren van de Arabische taal, hoe sneller je het goed onder de knie krijgt. Deze teksten staan ook achter in het boek, hè? Oh ja, maar dat is niet de bedoeling. Oh. Het is luistervaardigheid, niet leesvaardigheid. Het is niet leesvaardigheid. Ja, ik bedoel dat ik hem ga voorlezen. Dat kan ik doen. Ja, kan maar ook. Ik dacht van, weet je wat, doe maar gewoon rustig luisteren en dan kan je terugspoelen. Enzovoort. Het gaat erom dat je uiteindelijk uit hetgeen wat je hoort, het eruit kan halen. En hoe vaker, en dat is een specifieke, hoe noem je dat, vaardigheid die je hebt. Je kan bijvoorbeeld misschien heel goed lezen, maar omdat je nooit hebt geoefend met luisteren, dan kan je gewoon niet volgen. Want je bent dan alles aan het ontcijferen nog steeds. Het geldt ook voor lezen. Lezen is ook op zich een vaardigheid dat je gewoon, en je weet als je in het begin aan het leren bent hoe je moet lezen enzovoort, dat je echt heel langzaam leest. En eigenlijk alleen maar leest om de klanken te kunnen krijgen. En dan heb je na de zin weet je nog steeds niet wat er staat eigenlijk. Dan moet je opnieuw doen, een paar keer herhalen voordat je de woorden eruit kan halen. In principe. Hetzelfde geldt voor luistervaardigheid en voor leesvaardigheid. Dus dat is... En spreekvaardigheid ook trouwens. Als je nooit spreekt, ben je altijd aan het zoeken naar woorden. En bijvoorbeeld, je merkt het waarschijnlijk met Engels. Zoals als je iets hoort van het Engels, dat je gewoon makkelijk kan volgen, een hele film kan kijken eigenlijk zonder ondertiteling. Maar als je eenmaal moet praten, dan ben je aan het zoeken van, oh, wat is het woord ook weer? En dat is omdat die dingen gewoon los van elkaar staan. Het is gewoon een oefening, een baardkunst, zoals ze dat zeggen. Dus probeer alle punten te pakken. Tekellem. Hier is tekellem. Tekellem is praat. Shakhsun yash'ur bi alamin shadidin fi batni. Wat is dat? Mada yaf'alu kullu wahid? Wat doet een ieder van hun? Shakhsun is een persoon. Yash'ur bi alamin shadidatin fi batni. Wat doet hij? Mada yahduf? Of mada yaf'al? Wat doet een persoon? Yash'ur bi alamin shadidatin fi batni. Het was bij het tabib. Dat is het goeie. Hij belt de dokter. Maar dat heeft haar, wat is een andere mogelijkheid? Ja, hij boeit het tabib. Ja, hij boeit het mustashfa. Ja, hij boeit het mustashfa. Je tenauwelo. Zoals het eerste ding was. Shakhsun maridun bisukkari. Mada yaf'al. Shakhsun maridun bisukkari. Sukkari is suikerziekte. Wat doet hij? Het nauwe dawa. Wat nog meer? Het nauwe halwa. Yanqus min. Yanqus min al halwa. Wat je ook kan doen is... Hamia. Het is een dier volgen. Ja. Je tabia. Al-hamia. Ja. Oké. La ya'kul of la ya'kul al-lahm bijvoorbeeld. Helemaal
Al-Khubz. Enzovoort. Ja, kan je doen inderdaad. In ieder geval wat... even kijken. Shakhs Marid Bil Badana. Wat is het Badana? Zie je zo kijken opeens van, wat stond in het boek? Al-Badana. Ja, we gaan even... Oké, ik heb nu een woord, of jullie hebben nu een woord. En jullie weten niet wat Badana is. Hoe ga ik erachter komen wat Badana betekent? Dat is een optie. Miljoen voor de schaarste jaar voor maanden. El Badana. Wat je ook kan doen is, ik kan googlen. Dat mag niet van jou, Google Translate. Nee, Google Translate niet, maar ik google wel. Want vaak krijg je Wikipedia. En Wikipedia kan je dan vervolgens klikken op Nederlands. Dan heb je, dat is een van de beste manieren om de moderne dingen te gebruiken. Dus dat kunnen we doen. We kunnen Badana doen. Ik hoop niet dat we voet van dikke mensen gaan zien. Maar... maar dus wel. Dus hier hebben we dan Semna, oftewel Banana, wat ook wel zo genoemd. Dus als je het googelt, dan kom je vaak bij die dingen. Banana is obesitas, oftewel overgewicht. Dus Banana is overgewicht. Charles Marino Banana. Oftewel een persoon die overgewicht heeft, die morbide obesitas is. Heeft zo. Dat moet je weten, man. Hm? Ja, dat moet je weten. Dit is zo moeilijk als jij. Tabul Himya. Inderdaad. Wa yumaris al riyada. Oké. Shakhsun nahifun jidda. Nahifun, wat is nahifun ook weer? Dun. Slank. Dus nahifun jidda, als hij te dun is. Maar je hebt al dat ik. Ja, ik wil khubz. Je ziet zo aan de Arika. Ja, ik ga op de bank zitten. Wat is lekker eigenlijk in het Arabisch? Dat het Java uit je noemt aan het Adje. Ah nee, dat is dingen dat ze niet liggen. Moet dat zien? Itadja. Itadja. Hoe schrijf je dat? Itadja? Even kijken. Itadja. Ik ben even kwijt. Itadja. Ik ga hem opzoeken. Even kijken. Itadja. Oké. Gaan we simpel zoeken. Soort het Sajda. 32. Waar staat die? 32 hier. Dan gaan we naar... Hoe gaat die niet gewoon? Moet ik deze weghalen eerst? Ja, hier. 15 of zo? 14? Dat is even nu aan het Madaji. Al-Mudaja'i is dus... Al-Mudaja'i is het liggen. Al-Mudaja'i. Dus Daja'i. Ja. Dan ga ik hier naartoe. Daja'i. Hier is die. Ja. Hij leed... Hij staat op on the ground. Dus Daja'i. Dujua'i. En Yad Jau is dus het lichaam. Wat zei hij? Yad Jau? Wacht even, dit is de andere. Even kijken, Itadja. Itadja, deze. Waar is die? Staat waarschijnlijk hier ergens. Daja, Itadja. Deze. Maar
wat de eikenboom van tegenwoordig zijn. Ja, ja. Ja, Tadjero. Ja, Tadjero. Is het dan. Dus liggen of slapen. Kan gebruikt worden. Maar die T is dat gewoon een hulplijst om zo makkelijk uit te spreken? Nee, het is het. Dat, nee, de ta heeft echt een ta bijgekomen en die ta was eigenlijk van oorsprong een te. Saf, hè? Dus hier zie je wat er gebeurd is. Eigenlijk was het dit, het tadja'a, het tadja'a, maar omdat de ta dichter bij de taad is, is het veranderd daar naartoe. En omdat het makkelijk is om deze twee samen te voegen, is die samengevoegd. Dus het tadja'a, het tadja'a. Of het tadja'a wordt het dan. Die tijd schrijf je niet meer om. Nee, die net als Itteba bijvoorbeeld. Dus in zeg maar, de tegenwoordige tijd zeg je gewoon Je had Dadjero. Ik vind het een lastig woord, moet ik zeggen. Ik heb ook Yastalqi gevonden, misschien wat makkelijker. Yastalqi. Dat stond hier ook, Yastalqa. Die zijn dat makkelijker. Maar deze is goed om te leren. Het is een beetje lastig om uit te spreken, moet ik zeggen. Tadja, al madadjai. Ja, madadjai. Ba en jim. Ja. Tadjaafa, junubu, al madadjai. En dit is makkelijk. Madadjai, er zit een elif tussen. Al madadjai. Al madadjai is het liggen. Al madadjai zelf is het liggen. Dus. Goed je. Even kijken. Shasun Maril een nahi van Jiddan. Dus hij moet liggen op de bank. Daar komt het op neer, toch? Ja, ik ga gewoon lekker chillen. Daar wordt je dun van. Ja, hij is al dun, toch? Of daar wordt je dik van. Wanneer liggen was je daar dik van, ja? Ja, nee, ik ken mensen die echt die dun zijn en die echt dik willen, of ja, dik willen worden. Die willen aankomen. Die hebben echt moeite daarmee. Metabolisme. Ja, zeker. En het is ook feit dat ze gewoon weinig eten. Want uiteindelijk, metabolisme zal niet zo'n groot invloed hebben op dingen. Het is gewoon dat je hongergevoel wordt gereguleerd door je lichaam. Voor sommige mensen die eten meer dan nodig is. En sommige mensen die eten minder dan nodig is. Dus het is moeilijk om die omschakeling te maken. Dus voor mensen die dik zijn, is het lastig om af te vallen. En voor mensen die dun zijn, is het moeilijk om aan te komen. Shakhsun nahifun jidda. Shakhsun yuridu en yakuna sahiha. Persoon die sahih wil zijn. Wat is sahih? Sportief. Gezond. In dit geval gezond, ja. Die sahih wil zijn. Wat moet een persoon doen om sahih te zijn? Yumarisu riyada. Onder andere. Ja, koele zeetoon wel hassen. Ja. Ook niet te veel natuurlijk. Nee, dat is ook suikers in. En de olie is natuurlijk ook vetmakend. Gezonde vetten. Gezonde vetten, inderdaad. Ook niet te veel handen. Als met mate, inderdaad. Ja, Helmond. Hij van wie je het vraagt, want tegenwoordig is. Helmondse woning is speciaal. Zo'n nieuwe. Ja. Dus, het grappige is, iedereen heeft hier zijn idee over, vooral tegenwoordig. Er zijn een paar dingen die, waar mensen het over eens zijn, volgens mij. Dus dat je moet stoppen met roken en zo. En als je dat doet, dan is het enige wat... Kijk, dit is bijvoorbeeld niet gezond, volgens de meeste mensen. Die hier links staat. Maar het is wel lekker, het ziet er wel lekker uit, moet ik zeggen. Het is wel lekker. Lijkt of nou, nee, ik ben begonnen met een dieet. Dus, dus gaat het niet worden. Ja, het gaat er weer over mij. Ja, ik heb een heel simpel dieet, gewoon alleen groente en fruit en thee en water en dan kijken of hoe ver ik kom. Ik ga wel een blog schrijven. Ik deel daar de link wel.
Ik heb al twee blogposts geschreven. Maar oh, je bent serieus geschreven. Je wil een beetje vloggen. Nee, vloggen was me niet. Oké, fakir min al-ijabat aan de as'ilat italia. Dus denk over, denk na over de beantwoording van de volgende vragen. Men yatanawul ta'am al-kathira. Nahifu al-samin. Daar hoef je niet echt over na te denken, denk ik. Er staat, wie eet veel eten? De dikke of de dunne? Samin. Ja. Mada tufaddilu, dajaj of amis samak, amis lahm. Limada? Lahm. Lahm? Kulluha. Wat is dat zeggen? Kulluha. Dingen. Limada? Limada lahm. Ja, het is lekker. Het is gewoon lekker, ja. Dat is voor mij niet echt een reden, toch? Hal yad'u al-islamu ila al-akli kathir? Dat weten we inmiddels wel, toch? Dus zeg wat je kan vullen is je maag. Dus je moet eigenlijk alleen maar eten wat nodig is om jezelf recht, om je rug recht te houden. In principe. Lucht, een derde drinken, een derde eten. Dat is maximum. Ja, dat is maximum. Het ding is, je eet wat nodig is om jezelf recht, om je rug recht te houden. In principe, gewoon om het gewoon te kunnen, gewoon je ding te kunnen doen als het ware. En als het toch nodig is, dan een derde. Dus dat was het ding. Ik heb ook gehoord dat je buik niet voorbij je bos mag komen. Het is inderdaad qua gezondheidsreden of islam? Nee, islam. Ik weet niet of het is of zo. Ik heb het wel eens gehoord. Ja, in principe zo dat, is dat de logische. Eigenlijk is dat het resultaat. Het resultaat van de andere. Van als je maar weinig eet. Ja. Als je alleen maar eet wat noodzakelijk is om jezelf gewoon levend te houden, dan zou dat inderdaad het gevolg daarvan zijn. Er is een epidemie van obesitas nu tegenwoordig. Maar ook in de westerse wereld in het algemeen. En iedereen die het westerse dieet kopieert, veel vlees, veel bewerkte dingen enzovoort. Er is een reden voor. En dat is gewoon echt, dat is wel te wijten aan. Aan de voedselindustrie. Dus je hebt heel veel nep eten in principe. Ja. Heel veel kinderen weten niet hoe naar aardbei smaakt, maar weten wel hoe aardbei snoepjes smaken. Dus je ziet ook steeds jongere seksziekte krijgen enzovoort. Het heeft echt te maken met al dat nep eten. En nep eten is gewoon, je raakt niet verzadigd en je komt snel aan. Met bijvoorbeeld groente en fruit, ja. Om aan te kopen moet je echt 20 appels eten op een dag. En ja, niemand heeft daar zin in. Dus, en je zit ook sneller vol met die dingen. Dus hoe meer je naar natuurlijk eten gaat, hoe makkelijker het gaat worden om af te vallen. En jezelf in balans te houden en zo. Deze dingen helpen bijvoorbeeld niet. Die je hier ziet, een hamburger. Het is gewoon echt bewerkt brood. En dan weet je er kruiden en dan kaas. En alles bij elkaar gegooid en sausen enzovoort. Het zit gewoon veel calorieën in en het vult niet echt. Het vult wel een beetje, maar niet ten opzichte van het aantal calorieën wat erin zit. Dus dat is natuurlijk iets wat... Wat is het verschil tussen Ami en Au? M of Au? M is vaak tussen twee keuzes. Ja, en Au is... Dus in Nederland zou je ze vertalen als of, die of die. Maar bij een ja-nee vraag of de keuze tussen twee zeg je M. Oké, we gaan even het verhaal lezen. Kanat alamatu sihhati fil madi an yakuna al insanu samina. Dus kanat alamatu sihha fil madi an yakuna al insanu samina. Dus dat was vroeger een teken van gezondheid. Voordat ze dat wisten dat niet gezond was. Fil madi zeggen ze dus. Fil madi, dus alama is een kenmerk.
Iets waar je iets aan kan herkennen. En een sihha is gezondheid. Dus kan het alamut sihha. Fil madi. En yakun al insanu samina. Dus dat een persoon het dik was. Kathiru lahmi wa shahm. Heel veel vlees en vet. Wal insanu saminu huwa sahih. Dus de dikke persoon was gezond. Wal insanu rahif huwa al maril. En de dunne persoon was dus het mareel, oftewel ziek. وَكَانَ النَّاسِ يَأْكُلُونَ كَثِيرًا En de mensen aten veel. إِنْ وَجَدُوا الطَّعَامِ Als zij وَجَدُوا الطَّعَامِ betekent dat zij het aantroffen of dat zij het vonden. Dus als zij veel eten hadden, dan aten ze het ook. وَكَانَ الرِّجَالِ يُفَضِّلُونَ الزَّوَاجِ بِالْمَرْأَةِ السَّمِينَةِ En de mannen wilden graag trouwen met een dikke vrouw, Samina. ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة met een dunne vrouw. تقدم الطب تقدم wat betekent تقدم ontwikkelen vooruitgaan تقدم Ik ga hem even opschrijven. Even kijken. Past hij hier nog? Ja. Trouwens, hoe zou ik dit opzoeken? In principe, normaal gesproken. Als ik niet zou googlen. Maar ik moest opzoeken in een woordenboek. Welke letter zou ik gebruiken? B. B. Dal. Noon. Dus, ja, dus bedana in principe. Hier zou je ook gaan zoeken. Als je het wil weten. Oké, dan hang ik het even weg. Gaat minder snel dan ik dacht. Oké, dan heb je een Maldi. Moldaria. En emmer. Even kijken. Hier waren we. Taqaddama. Dus taqaddama is verleden tijd. Taqaddama. Ja, taqaddamu. Yata qaddamu en taqaddum. Sorry, niet Amr. Schrijf gewoon Amr op, maar is Mazda. Correctie. En dit is dus vooruitgaan. Vooruit gaan ontwikkelen. Dus taqaddama at-tibbu kathiran al-aan. Dus de geneeskunde, hoe noem je dat? Geneeskunde heeft zich nu heel erg ontwikkeld. Kathiran. Wa dhahara is het niet alleen aanwezig zijn, maar het duidelijk zijn. Yadhar. Dus dat is dhahir. Dhahir is dat het iets duidelijk is, zichtbaar is. Maar dus, wa dhahara hier in deze context is toch eerst gebleken dat... Ja, dan als iets duidelijk is, dan is het gebleken. Ja. Vaak moet je dat in dezelfde context zien. Dhahar yadharu. Dhahar yadharu. Dhuhur. Ja.
is duidelijk zijn. Duidelijk zijn, zichtbaar zijn, evident zijn. Zichtbaar zijn, et cetera. Oké. Dus yadhar of dhahara, dus dat is evident geworden, dat is duidelijk geworden, dat, even kijken, enna hunaka mraadun tusibul shakhsu as-samin. Dus dat er, ziektes zijn, amraad, die dikke mensen treffen. Oftewel, die veroorzaakt worden door het dik zijn. Hoi amraadun khatiratun. En zijn gevaarlijke ziektes zoals amraad al-qalbi, wa-sukari, wa-dart-dammi. En daar stoppen we even, omdat het 9 uur is geworden. Dus amraad al-qalbi is ziektes van het hart. En sukari is suikerziekte. En dart-dammi is tosibo is het treffen. Tosibo. Dus ik zal hem even pakken. Asaba. De tijd asaba. En dan houden we het hier bij Yusebo. En dan is het Leesab. Aantreffen was dat, hè? Nee, het treffen. Het treffen. Ja. Oké, ik ga daar eventjes dit verwerken, zodat jullie tijdswerk duidelijk hebben. Kijk of er nog vragen waren trouwens. Ik ben niet eens teruggegaan. Ja. Mocht er nog vragen zijn, dan hoor ik het. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.